Ja, mijn analyse is heel duidelijk dat wij 90 minuten eenrichtingsverkeer hebben gezien na de goal van Vizé. 90 minuten eenrichtingsvoetbal begint logischerwijs in de eerste minuut. Een gretig Antep scoort via Bennassar, maar het doelpunt gaat niet door vanwege buitenspel. Op het kwartier opnieuw Antep en opnieuw een goal van Bennassar, maar ook deze keer de vlak de hoogte in van de lijnrechter. Voor de tweede keer heeft hij het bij het rechte eind. Snel naar de overzijde dan, want voor een eerste keer steekt WZ zijn neus aan het venster. Collin in de fout en de bezoekers krijgen een licht toegekende penalty. Masmanidis zorgt voor de 0-1. Antwerp is even van slag en WZ kan ervan profiteren. De hoekschop gaat aan alles en iedereen voorbij en Daan de Pever zorgt voor de 0-2. Een koude douche voor Antwerp, het is muisstil in het stadion. WZ werkt bijzonder efficiënt af. Ik zat te kijken naar de klop, het was 26 minuten en die mannen zijn twee keer bij onze goal geweest, maar het was wel twee goals. De penalty fout, hij raakt hem wel. Corner is onvergeeflijk hoe die binnen gaat, maar dat moeten ze zelf ook maken. Daarom grijpt Van Wijk in, hij brengt Larenberg in de ploeg. Wat vond je van de ontvangst? Ja, het was zoals verwacht. Toen ik net opkwam was het niet al te positief, maar daar had ik me op voorbereid. Daarna ging het iets beter, dus dat heeft me toch ook wel deugd. Ik denk dat geen enkele speler dat graag heeft, maar het hoort wel bij het voetbal. En het enige wat ik daaruit kan leren is dat ik mentaal daaruit sterker word. Met Larenberg erbij neemt Antwerp de partij weer in handen. Al snel volgt de aansluitingstreffer van Tornhout, zorgt voor de 1-2. Geen mooi goal, maar wel een verdiende. Het geloof in puntengewin keert terug. Zeker wanneer WZ met 10 komt te staan na een tweede geel voor Camara op slag van rust. Antwerp heeft dan nog meer dan 45 minuten om op zijn minst een punt uit de brand te slepen. Na de pauze zien we een dominant spelend Antwerp dat ook veel kansen bij elkaar voetbalt. Maar een doelpunt laat op zich wachten. Ondanks de goed spelende aanvallers Diouk, Bennassar, Van Tornhout en Larenberg blijft scoren het werkpunt van deze ploeg. De scherpte, dat tikkeltje geluk, het zijn factoren die een wedstrijd doen beslissen. En jammer genoeg vallen ze voor ons negatief uit. WZ houdt de wedstrijd op slot. Van Tornhout mist de laatste kans. 1-2 de eindstand. Een bittere pil en ook een zwaar verdict voor Antwerp. De derde periode wordt nu al heel moeilijk. We beginnen natuurlijk met een valse noot vandaag. Maar het voordeel is, er zijn 12 wedstrijden in plaats van 10. Dus laten we hopen dat we volgende week de goede weg inslaan. Maar jullie moeten nu al achtervolgen, dus dat wordt een moeilijke zaak. Ja, absoluut. Maar het is al een heel moeilijk seizoen dit jaar. En, dus vandaag komt daar nog eens bij. Maar we moeten iedere dag keihard blijven werken en hopen dat we wel eens twee keer achter elkaar kunnen winnen. En misschien dat we dan wel vertrokken zijn. Maar goed, het is natuurlijk weer een domper vandaag. Hè, ondanks de goede wil, het goede voetbal in de eerste helft. Maar we blijven wel met de lege handen achter.